kent dat ook. Je hebt dat ook meegemaakt. Je zit in de klas en je wordt verliefd op een klasgenoot de eerste dag of de derde. En het lokaal wordt zo oneindig klein. Je kunt met moeite achter je lessenaar zitten en je kunt nergens naar kijken, want als je naar haar kijkt, of naar hem, iedereen heeft het door. En als je wegkijkt, omhoog kijkt, naar de muur, naar het bord, alsof die bepaalde persoon niet bestaat, dan hebben ze het ook door. Dan lachen ze, want ze kijken dwars door je heen en jij zit maar te doen alsof er niets aan de hand is. Je kunt het niet verbergen. Je bent volledig doorzichtig. Plastic folie. Helle. Herfst 1986. Daar moet ik over vertellen. De koudste herfst die ik mij kan herinneren. Ik ben 17. Oh, 1986. Wat een rot jaar. Het is het jaar dat de premier van Zweden midden op straat wordt doodgeschoten. En Christer Peterson is de moordenaar. Of niet. Maar hij kan niet de 7 astronauten redden in de Challenger, die na 73 seconden explodeert, live, op alle televisiezenders. En pas een jaar later begrijpt men dat de bemanning eigenlijk niet is omgekomen bij die explosie, maar dat ze beschermd werden door de capsule waar ze in zaten. Dat ze de 2 minuten... Hoeveel? 3 minuten en 40 seconden... voor ze aan 260 kilometer per uur in zee storten, nog leefden misschien. Ze hadden nog 1 zuurstoffles kunnen openmaken. In ieder geval werden ze alle 7 aangetroffen met wijd opengesperde ogen. Het ruimteprogramma sterft. In Zweden wordt de premier begraven. En kernreactor 4 explodeert in Tsjernobyl. Enorme hoeveelheden radioactief afval. Bossen worden platgebrand, koeien afgeslacht, maar de wereld gaat niet ten onder. En ondertussen zit Tom Cruise tegen het einde van Top Gun in de baar van het vliegveld nadat zijn co-piloot is verongelukt. En die actrice, Kelly McGillis, die gaat zo binnenkomen en die gaat zeggen: hey, Tom, iedereen maakt fouten, jongen. Je moet daarvan leren, je moet verder. En Tom Cruise weet dat zijn co-piloot dood is. Hij weet dat iemand de Zweedse premier heeft vermoord, dat zowel de Challenger als Tsjernobyl uiteindelijk explodeerden en dat het bijna onmogelijk is om het heelal te bereiken. En Kelly gaat vragen: am I too late? Have you already left? En in heel de wereld krijgen mensen een brok in hun keel, want dit is 1986 en niets gaat goed dat jaar. Al wint Maradona 2K voetbal en is iedereen zot van hem. De wereld kraakt in zijn voegen. En je hebt het idee dat je thee drinkt in de Sahara. Kopjes vol zand. Maar op 1 plek, in Stavanger, Noorwegen, in het midden van de jaren 80, is er toch iets dat goed gaat. In het midden van alle verwarring. Helle. Ze kwam in het 6e middelbaar bij ons op school. Op de 3e dag van het schooljaar zet ik mijn rugzak in de klas. Ik draai mij om, keek recht in haar ogen. Ik zag dat ze mooi was. En voor mij alleszins, ik wist dat ze mij ging bijblijven. Maar ik dacht dat ze iets... Dat ze toevallig in onze klas binnenkwam, dat ze iets vergeten was of zo. Maar nee, ze glipte langs mij heen, liet haar rugzak op de grond vallen en ja, toen had ik het door. Fuck! Ze zit bij mij in de klas. Ik zat naast Jorn op een van de voorste rijen. Ik probeerde zoals altijd aantekeningen te maken. Ik ben altijd een goede leerling geweest. Ik deed mijn huiswerk, kleerde voor mijn examens. Ik probeerde gewoon soepel door het systeem te rollen. Niemand voor de voeten te lopen, dat wilde ik niet. Maar ik zat daar en ik kon me niet concentreren. Ergens brandde het in mijn nek. Het schroeide, het was zo warm. Ik moest mijn hand op mijn achterhoofd leggen. En Jorn die keek naar mij, draaide zich half om te zien of er misschien iemand iets naar mij had gegooid of zo.
Maar dat was niet zo. Daar ergens achteraan zat iemand die ik nog niet kende, iemand die mijn anonieme bestaan bedreigde. Het lokaal was zoveel kleiner geworden sinds zij er was. Ik ben de jongen met wie jij op de kleuterschool zat. Op de lagere school, de middelbare school, wiens naam je u niet kunt herinneren. Als je 10 jaar later een klasfoto boven haalt om aan je lief te laten zien hoe je er toen uitzag. Ik was de jongen die nooit zijn turngrief vergat, die nooit iets uithaalde in de les, die gewoon antwoord gaf als hem iets gevraagd werd. Ik was de jongen die je niet miste. Als ik niet naar uw feestje kwam of naar een andere school ging. De jongen van wie je dacht dat hij het saaiste leven ooit had. Van wie je dacht dat hij geen leven had. Ik was de jongen van wie jij en uw vrienden niet konden geloven dat hij een lief had. Toen je dat van iemand anders hoorde, jaren later. Hij. Ja, hij. Goh. Wat heeft hij een lief? Nee. Ja. Als hij het kan, dan kan iedereen het. Herinnert u mij? Kunt u mij voorstellen? Ik was het ergste van al. Ik was gewoon. Bijna onzichtbaar, of niet?